Werner, de dinosaurier, wordt gediscrimineerd in zijn natuurlijke habitat omdat hij anders is. Hij is een dinosaurier en hij is de enige van zijn soort. Steun deze dinosaurier door te doneren op het nummer 0486734869. Ik herhaal 0353640808510. Als jullie willen doneren, kan dat altijd op de site www.dinohelp.be. Ik dank jullie bij voorbaat voor jullie hulp. Ik denk dat jullie allemaal wel weten waarover ik praat als ik zeg dat ik gewoon op sommige dagen echt extreem veel pech heb. Dan spreek ik niet alleen over de kleine dingen, maar ook om bijvoorbeeld als ik Monopoly speel en ik gooi een dobbelsteen en ik zo'n 7 gooi in plaats van een 6, dan denk ik gewoon in mijn hoofd van, dude, what the fuck? En op die momenten dat ik zo weinig geluk heb, denk ik altijd, zijn er al mensen op de wereld die net hetzelfde hebben als mij, die gewoon nooit één keer zo'n geschenkje krijgen uit de lucht van hier jongen, omdat je zo je best doet, krijg je even een sparkeling van geluk. Nee, nooit. Ik kan jullie wel niet zeggen dat ik altijd bij heb, want nou, soms heb ik gewoon ook fucking veel geluk, dan weet ik wel een kastje op reageren onder mijn video of zo, I don't know. Maar wat ik eergisteren heb meegemaakt, kan echt niemand anders vertellen, want dat is gewoon het kutste wat er ooit is gebeurd. Ik heb nog nooit zoveel pech gehad op één dag. En het grappige was, het was niet vrijdag de 13e, het was weet ik veel, woensdag de 34e of zo. Oké, dus ik ga eraan beginnen en stoppen met zeveren over al die andere dingen. Jullie weten allemaal dat ik werk in een café. En normaal ben ik garçon, dus normaal moet ik opdienen. Normaal heb ik met mijn dienblad allemaal van die shit daarop staan. Dan zeg ik hier, drankje, alsjeblieft. En dan gaat er nooit iets mis. Ik kan het best goed. Ik kan leuk die plateau vasthouden. Dus tradalala. Ja, boeien. En dat lukt altijd goed. Maar gisteren zat er geen volk op het terras. En alleen binnen. En als er alleen binnen volk zit, heb ik niks te doen. Want ons café heeft een garçon voor binnen en voor buiten. Een hele terras is van mij. Maar als er niemand op het terras zit, heb ik niks te fuck de kloot te doen. Dus normaal mag ik dan naar... Oh shit, pardon. Dus normaal mag ik dan naar huis. Maar omdat mijn baas zei van straks gaat het kweeën mooi weer worden en er is avondmarkt of zo, je moet blijven. Je moet blijven. Als het weer vol loopt en jij bent naar huis, dan zitten we diep in de shit. Dus ik dacht in mezelf, oké, ik ga blijven en ik ga de stomme werkjes doen. En met de stomme werkjes bedoel ik echt de kutwerkjes. Daarmee bedoel ik toiletten opkuisen, domme shit doen, alle domme shit doen, de keuken opkuisen, vegen, stofzuigen, dweilen. Alles wat ik niet graag doe, maar ja, moet ook gebeuren, hè. Dus ik dacht in mezelf, wat nu als ik eens de frigo ga aanvullen? En ik dacht, frigo aanvullen, ja, doe ik elke dag wel in de avond. Maar nu is het middag, dus fuck dat, ik ga gewoon de frigo's aanvullen. Er waren best veel flesjes in de frigo die opgevuld moesten worden. Daarmee bedoel ik dan de cola flesjes, de Fanta, de Sprite, de platwater, al het bier, weet ik veel. En ik ga naar beneden, ik schrijf alle flesjes op die ik moet hebben. Ik ga naar beneden met een zak, een grote bak, zo, ik weet niet hoe dat dan noemt, ja. Een grote bak. En ik vul die met flesjes. En er moesten nog 6 flesjes bij en dan had ik alles. Dus wat doe ik? Ik smijt die 6 flesjes gewoon op die bak. En ik neem die bak op en dan zeg ik, weet ik veel, 50 kilo of zo. En ik probeer daar zo mee te wandelen en ik dacht van, fuck, dat is echt veel te zwaar. Dus, wat gebeurt er? De trap op mijn café om naar boven te gaan van het magazijn naar het café is fucked up stijl. En daarmee meen ik echt fucked up stijl. Als je wielrenner bent, die is onder dan 1% omhoog of zo, I don't know. Dus ik nam die bak vast en ik hef die op en ik wandel echt naar die trap en ik denk in mijn hoofd van fuck, als dat lukt, dan ben ik echt de Hulk. En ik hef dat op en ik wandel daar naartoe en echt waar, mijn armen die gingen ontploffen of zo, ik weet niet. En net op het moment dat ik die eerste trede raak, was ik al van fuck, dit gaat echt niet lukken. Maar dus wat doe ik? Ik pak die vast, ik zet mijn voet op die trap, ik neem nog een trede en op de derde trede dacht ik genoeg. Het is te veel, het is te zwaar. Dus wat doe ik? Ik zet gewoon die mand, die bak, die bakmand neer op die treden. Maar wat jullie niet weten is, die bak is zo breed of zo. En een trede van de trap is misschien, weet ik veel, zo breed of zo. Dus ik zet dat daarop en ik leun daartegen. En ik denk in mijn hoofd, wat nu als ik gewoon even naar het toilet ga, even ga chillen,
gewoon even zitten op dat toilet en gewoon even mijn spieren weer, ja weet ik veel, omhoog laten komen of zo. Dus, ik voel even tegen die mand of dat die stevig staat en die gaat vallen. En ik voel daaraan niks. Die mand stond stevig of zo, ik weet niet. Dus, ik laat die staan. Ik wandel naar het toilet. Ik doe die deur van het toilet zo voorzichtig mogelijk open. Maar zo BLO als ik ben, smijt ik die deur dicht. En ik weet niet hoe dat kwam. Ik denk dat dat trek was of zo. Maar dus ik smijt die dicht. En ik hoor gewoon die mand naar beneden vallen. Al die flesjes kapot. Al dat glas op de grond. Echt waar, heel die vloer was gewoon een zwembad. Wat is het klote nu dat ik mij fucking hard gesneden heb aan al dat glas. En je kan nu zeggen, je doet. Ik kreeg van heel de fucking middag geen één sms. En ik record misschien één keer, dat is 20 minuten. En ik krijg weer fucking sms. Wie de fuck stalkt er me nu weer? Oké, dus. En ik hoor alles vallen. Ik, zo snel als dat kan, daar naartoe. Je moet weten. Het zat best redelijk. Het zat een paar tafels binnen. Dus ik dacht van, oké, het is niet zo druk. Dus zo'n zwaar probleem is het niet. Het enige kutte was, mijn baas was op dat moment net in het café. Dus ik dacht van, fuck shit, wat moet ik doen, wat moet ik doen? Dus wat gebeurt er? Ik begin dat op te dweilen. En alle glas samen te rapen en daarna heb ik me dat gesneden omdat ik zo bij loop ben. Dus ik rap dat allemaal samen en ik snij me zo een paar keer of zo, ik weet niet. En ineens komt mijn baas naar beneden en die stond er echt zo op die trap zo. Oh my god. Die is gewoon naar boven gelopen en ik heb die nooit meer gezien. Dus, ik weet niet, die was echt boos, maar ik werk daar nog altijd, hè. Dus die was echt kwaad, en dat snap ik ook wel, als er zoveel flesjes vallen, en er was geen één flesje die nog leefde, hè. Alles was kapot, echt. Ik wil niet weten hoeveel liter drank dat ik daar kapot heb gemaakt. Maar je kan nu zeggen, ja, iedereen maakt wel een keer een fout. Dat is niet het enige waarom ik zoveel pech heb gehad die dag. Je moet ook weten, 3 uur daarna of zo was ik nog altijd aan het werken. En ik ga weer naar beneden en ik neem een paar flessen wijn mee. Gewoon 3 flessen of zo, ik neem dat mee. En ik loop naar boven. En ik kom binnen in de keuken. En op het moment dat ik binnenkom in de keuken, is er iemand aan het dweilen. Ik weet niet wie. En ik stap, ik laat ze uit. En ik laat 3 flessen wijn vallen. En ik dacht dat in mijn hoofd, fuck, het is 20 euro per fles wijn. Ik heb net al 60 euro weer al kapot gesmeten op de grond in 1 dag. Ik dacht echt van, fuck my life. Kut is, ik heb die dag zo 11 uur gewerkt en ik ben niet betaald omdat het allemaal gebeurd is. Dus dat is wel kloot. En alsof dat nog niet genoeg is, kwam ik die avond thuis. En ik wou recorden en ik vond mijn camera niet. Omdat de batterij er niet in zat. Dus ik bedoel, ik vond mijn camera wel, maar mijn batterij zat er niet in. En ik kon niks doen. Dus ik kon niet recorden. Dus daarom, ik zweer, ik heb echt altijd de dikste pech ooit. Voorbeeldje van pech en geluk is elke dag, als ik gedaan heb met werken, of als het school gedaan is, of als ik gewoon ergens naartoe ga, dat moment dat je je hand in je achterzak steekt om te voelen of dat je fietssleutel daarin zit. 9 van de 10 keer heb je geluk en zit je fietssleutel in je achterzak. Maar die 1 keer, hè, steek je je hand in je achterzak en is je sleutel weg. En dan denk ik in mezelf, fuck, oh my fucking god, waar heb ik die gelegd? Waar heb ik gelegd? Oh my god, voel ik in mijn voorste zak en zit die daar gewoon in. Dus, ik weet niet hoe het komt, maar ik heb altijd de dikste, zwaarste, vetste pech ooit. Ik hoop dat je een leuke video vond. Ik ben Aceit, ik zeg, adios.